laatste weekje vissen op Etang Ilot zit erop helaas. Zoals je op de video hebt kunnen zien, hebben we niet alleen maar karpers op de krant weten te krijgen, maar we zijn ook een dagje naar een pretpark geweest, naar Nigloland. Dat is echt super leuk voor de kinderen. Etang Ilot is echt een heel mooi water. Niet alleen om te vissen, maar ook voor de niet-vissende medereiziger is het ideaal. Er staan twee huisjes langs de kant. Eén huisje waar je in kunt slapen en er zit een keuken in waar je kunt koken. In het andere huisje zit een douche en heb je de mogelijkheid om, om je spullen af te wassen. En een toilet, dus dat is eigenlijk dat is ideaal. Misschien even over het vissen op Ilot. Op zich is het niet zo ingewikkeld water. Er komen gemiddeld zo'n 30, 35 vissen in een week uit. En de ene week is dat wat, wat anders dan de andere week, maar op zich is het een vrij eenvoudig water. Waar je wel rekening mee moet houden is dat er liggen mosselbanken op de bodem. En die zijn redelijk scherp, dus je kunt daar kun je lijn op, lijnbreuk op hebben. Dus het is verstandig om, om een behoorlijke shockleader op te hangen om te voorkomen dat je op die manier vissen verliest. Wat ook handig is, is om, om een boot mee te nemen. Want er ligt een eiland in en op het moment dat je aan de overzijde aan het vissen bent, kan het zijn dat de vissen op het moment dat je die aan het drillen bent achter het eiland schieten. Dus een boot is ook wel handig om mee te hebben. En voor de verdere rest is het gewoon plezier maken daar. Dus een erg leuk water. Echt een aanrader.